Oké. Yo, wat leuk dat je weer kijkt naar een vette aflevering Coke TV Backstage. Ik heet Sherrianne en vandaag sta ik in het o zo mooie Amsterdam. Ik ga namelijk vandaag Linde verrassen. Linde is 18, kan heel goed zingen, kan heel goed dansen. En ik dacht, een vette verrassing zal waarschijnlijk dan kunnen zijn of een studio of ergens gaan dansen. Ik kan niet dansen, maar ik heb dus voor safe gekozen. We gaan namelijk zo dadelijk een songwriter ophalen hier in Amsterdam. En dan gaan we richting Den Haag naar First Man in zijn studio. En dan gaan we een nieuw koninklied schrijven. Oh, ik heb zelfs nog een bijpassend broekje aan. Kom, we gaan. Als het goed is, woont ze hier. Bel is stuk. Kloppen op het raam. Nou, zal ik eens even laten zien hoe hard ik kan kloppen? Word ik nou? Dat moet je dan maar niet doen. Hoe is het? Goed. Ja. Ik ben Sherrianne van Coke TV Backstage. Ben je net wakker? Een soort van dat. Hey, maar ik kom jou verrassen vandaag. God. Oh god. Nou, we gaan namelijk vandaag wat leuks doen. Maar weet je, laten we eerst naar binnen gaan. Bakje koffie, kleed jij je om. En dan ga ik het je vertellen wat we gaan doen vandaag. Yo mam. Ja? Ik zweer het je, wat gebeurt hier? Ik doe de deur open. En staat er opeens een camera voor mijn neus. Maar ik heb zo'n tentamen. Nee, dat is allemaal geregeld. Ik zat echt de stress over het hele tentamen. Nou, Linde, ga even douchen en zo. Ja. Linde, zou je misschien met je kledingkeuze eventjes willen kijken naar iets van een oranje outfit? Oranje? Ja, heb je dat? Yes? Oranje boven. Ziet er goed uit. Dan zijn we ready om te gaan. Maar dan vraag je je natuurlijk nog steeds af. Jezus, Cher, wat gaan we nou doen? Ik weet niet eens wie je bent. Ik weet niet wat jullie hier komen doen. Ik heb jou natuurlijk gewoon gegoogeld nadat we contact hebben gehad met je moeder. En ik weet natuurlijk ook wel een beetje waar je van houdt. Maar wat ik ook weet, is dat je echt gruwelijk kan zingen. Oh god. Dan denk je natuurlijk, oké, ja, en nu? We gaan naar de studio. Oh, dat vind ik echt heel leuk. Vind je het leuk? Ja, dat vind ik echt heel leuk. Ja, vind je het leuk? We gaan ook een song maken. Oh, dat vind ik echt geweldig. En ja, wacht. Ik voel een soort Oprah Winfrey. Ja. Maar wat we nog meer gaan doen, gaan zo dadelijk mijn songwriter ophalen. Zij is echt te gek, dus zij gaat jou ook wat dingetjes leren. En daarnaast ga je dus ook nog samen met een andere artiest samenwerken. Oh, maar ik ga natuurlijk niet zeggen wie dat is. Maar het is oranje. Geen idee? Ja, echt. Al sla je mij niet dood, want we gaan namelijk een koningslied schrijven. Oh. Niet gelijk denken, ja, maar dat is echt suf. We gaan een hippe song schrijven. Dus vandaar dat je oranje aan hebt. En nadat we dat liedje hebben geschreven, gaan we hem ook nog afleveren bij de... Koning. De koning! Wilhelmus van Haasten. Ze kan gewoon zingen, maar ze weet alleen de tekst niet. Hey, maar even serieus, je hebt wel een paar dagen erbij gekregen om even te studeren. Echt heel chill. Mijn vader die zei ook de hele tijd, want ik zou eerst gaan trainen. Die zei, ja, ik kan niet thuis zijn, zou een pakketje komen. Ja, kan je niet even regelen dat jij dan die afspraak kan verplaatsen? Want het is een heel groot pakketje en Sanne, dat is mijn zus, die kan het niet in haar eentje tillen waarschijnlijk. Serieus? Oh ja, ouders hebben je er wel in gelegd. Sorry voor de lucht hoor, sorry dat ik je onderbreek. Mijn airco die stinkt heel erg. Dus als er iemand kijkt, verstand heeft van airconditions. Airconditions. Nee, airconditioning. Niks. Toch? Nou, echt wel slime eruit. Ik kan niet eens vertellen. We hebben niet goed opgelet op school. Hé, hey, ze staat al buiten. Tra-la-la-la-la-la-la-la. Hoi, schatje. Kom even kijken wie ik voor je heb meegenomen. Hi, ik ben Linde. This is the dream team. Yes, this is the dream team. Oké, let's go. We've got a situation. Ik krijg namelijk mijn tanktop niet open. Maar ik moet hem dus diep induwen. Oh mijn god, Rachel, kom eens even helpen. Oh, dit is echt een hel. Ik krijg hem dus niet open. Hoe gaat hij normaal? Ja, duwen gewoon. Jij weet wel hoe je moet duwen. Ja. Meneer van de Bouw, ik krijg mijn tanktop niet open. Zou u misschien mij kunnen helpen? Als u hem open krijgt, dan krijgt u van mij een bakkie. Ik moet hem altijd gewoon aandrukken. Oh, dit lukt dus gewoon. Gaat hij open? Oh, dit is echt erg. Wacht even. Hij is gewoon open. Maar wat heeft hij gedaan? Waar zit hij? Hier, mut. Bij dat lampje. Oh, oké. Okay. Oké, nou, tanken met je bek. En ik zit die man nog wijs te maken. Nee, het is geen knopje of sukkel. Je moet er gewoon op drukken, dat zegt ze toch? Nou ja, ik denk, ik doe jullie alvast wat te drinken. Ik zeg, cheers! Zo'n ding is best zwaar om vast te houden. Waar denk je dat de spierballen vandaan hebben? Van al het vloggen. Oké, we zijn er, mop. Yes. Let's go, Dio. Let's go, Dio. Zijn we dan bij de man himself? First man! Yeah!
Hey, ik heb wat vrouwen voor je meegenomen. Hoe is het? Ik ga eerst even goed met jou. Goed. Linde is de verrassing. Hoi Linde. Aangenaam. First man. Rachel. Hi, Rachel. First man. Hallo. What's up, man? Rachel. What's up, man? Yo, alles goed? Ik heb vandaag Linde voor jou meegenomen. Maar ze heeft nog nooit iets in de studio gedaan. Dus kan je haar een beetje meenemen in wat wij doen? Wij gaan jou lekker begeleiden vandaag. Maar we gaan vooral heel veel plezier hebben. Ik denk dat het belangrijk is dat we gewoon even lekker gaan zitten. Lekker relaxen. Zeker. En dat we even lekker gaan viben. Oh. Let's go. Let's do it. Ik heb er zin in. Nice. Ik dacht misschien kunnen we er wel een soort king en queen ding van maken. Dat het meer gaat om het heersen, het koning zijn, leidinggevende zijn en daar goede dingen mee doen. Ik zit wel op het ding. Sherry is nog steeds een neppe antie. Ik ben echt die neppe antie, omdat hij zegt dat ik geen kont heb. We kunnen wel even een contest doen. Gewoon in de notities schrijf ik gewoon de tekst op. En dat voegen we uiteindelijk bij elkaar. En dan heb je uiteindelijk het eindproduct als het even mee zit. Alle ramen open. Voor ons en iedereen. Waar gaan we heen? Waar gaan we naartoe? Als we maar samen zijn. Dat je hem halveert en dan zeg maar de refrein alleen de akkoorden neerlegt. Zodat je dan een opbouw hebt van het refrein en dan zijn we klaar. Voeten, voet en hand in hand. Zorgen zijn voor later. We gaan dansen op het strand. We zijn al lekker bezig daarbinnen. Misschien hebben we wel een hitje op de koning. Are you ready? Ja. Ik ben echt benieuwd hoe je het gaat doen. Waar gaan we heen? Waar gaan we naartoe? De koning ben jij voor mij. Tune die shit. Tweak it, baby. Ja, tweak it till you make it. Allemaal de deur uit. Niemand blijft alleen. Alle ramen open. Voor ons en iedereen. Nail dit, zeg gewoon. Nail dit, baby. Nail dit. Als we maar samen zijn. Als we maar samen zijn. Als we maar samen zijn. Kijk. Kijk eens. Gefeliciteerd, nice. Meis. We got a banger. Okay. Nou ja, en nu is het volgende. Want we willen hem natuurlijk gaan afleveren bij de koning. Maar er hoort natuurlijk wel een brief bij. Ik denk dat we hem gewoon gaan afleveren bij het paleis. Laten we dat doen. Ja, toch? Wie niet waagt, wie niet wint. Je kan toch niet zeggen hallo Willem? Alsof je met hem hebt geknikkerd. Dat zeg je niet tegen de koning. Zo. So. Yes. Ready. Ready to go. We gaan hem bij de koning droppen. Ik ben heel erg benieuwd wat hij ervan vindt. Ja, ik hoop. Of hij wat terug gaat sturen. Ik hoop het wel. Je hebt in elk geval je adres op de achterkant geschreven. Jasje aan en gaan. Let's go. Let's go. So, ready to go. Wat vond je ervan? Echt vet. Vond je het vet? Ja, ik vond het echt heel leuk. Ben je blij met het eindproduct? Heel blij. Dan is het gelukt. We moeten natuurlijk nog één ding doen. We gaan deze brief en USB nog even afleveren bij de koning. Maar dan wil ik jullie alvast heel erg bedanken voor vandaag. Geen probleem. Wij gaan sowieso nog gauw weer de studio in. Bedank even die boys voor deze vette experience. Dit vind ik suf. Hallo? Ben ik alleen... Hallo? Oké dan. Aangekomen in Den Haag. Yes. Ja, en niet zomaar ergens in Den Haag. Bij het paleis. Je haar zit goed. Ja, het is heel vervelend, want je kijkt echt de hele tijd naar jezelf. Ja, ik heb dat ook. Ik heb zo'n tik ook met mijn haar, dus ik zit dus ook... Ja, met zo'n pony is dat ook, want dan zit je eigenlijk dit die gaatjes weg te halen. Oké, okay, paleis Noordeinde. Yes. Let's go. Ome Willem, Alexander, wij komen eraan. We zijn aangekomen. Paleis Noordeinde. Ik kan tot op heden nog geen brievenbus vinden. Dit is typisch een verhaal voor mij. En waarom? Zijn we hier? Om de brief te posten is de brievenbus. Nou, we hebben in elk geval een hele vette dag gehad. Ja. We gaan ons best doen om deze in elk geval vandaag nog op de post te zetten. Dan wil ik jou in elk geval ontzettend bedanken voor vandaag. Bedanken. Want je hebt het super goed gedaan. Ja. Vond je dit nou ook te gek? Vond je dit ook leuk? Wil je dit ook een keer doen met een andere artiest? Of misschien naar een heel vet festival? Of misschien wel heel wat anders? Laat dan even een comment hierachter. En ga ons natuurlijk volgen op alle andere kanalen. Instagram, Snapchat en natuurlijk ook op YouTube. Vergeet je belletje niet aan te zetten en dan zie ik je de volgende keer. Ciao. Tot de volgende keer. Jij een man.